dames en heren. In het voorjaar van 1980 was ik als dagbladcorrespondent in Paramaribo getuige van de zogeheten revolutie. Het was een mooie, spannende tijd. Er hing verandering in de lucht. Totdat ik hoorde dat een Surinaamse oud-adjudant met de naam Ormskerk was opgepakt door de militairen. Hij was overgebracht naar de kazerne en hij zou niet meer in leven zijn. Toen ik navraag deed, werd ik in het holst van de nacht zelf opgepakt en verhoord door de Nationale Militaire Raad. Ze wilden weten van wie ik die informatie had. De ochtend na mijn vrijlating vond de Nederlandse ambassade dat ik direct het land uit moest. Ik liep gevaar. Later hoorde ik dat Ormskerk het beramen van een tegenkoep in de schoenen werd geschoven. Hij werd zo hardhandig verhoord dat hij het niet meer overleefde. Na terugkeer in Nederland verbaasde ik me over de reacties. Vrienden van de Surinaamse revolutie waren kwaad op mij. Ze vonden dat ik me als boodschapper van het slechte nieuws had bemoeid met zaken die me niet aangingen. En dat Ormskerk was doodgeknuppeld, ach, die man was ook zo'n lievertje niet. Intussen stapelde het militair gezag de leugens op elkaar. Tegenwoordig zou je spreken van nepnieuws. De militairen bedienden zich van het revolutionaire motto: waarheid is datgene dat wat de vooruitgang dient. En we kennen de blabla, smoesjes als verzette zich tegen zijn arrestatie, dood aangetroffen in zijn cel, neergeschoten op de vlucht. In het geval van Ormskerk was er geen huurlingenleger, er waren geen wapens, helemaal niets van wat erover in de krant stond was waar. Maar het meest verbazingwekkend was de opstelling van Nederland, die met de handen in de zakken toekeek hoe het militair geweld in Suriname escaleerde. In eerste instantie werkte de Nederlandse ambassade zelfs mee aan de poging van de Surinaamse autoriteiten om het lichaam van Ormskerk op mysterieuze wijze te laten verdwijnen. Let wel, de man had een Nederlands paspoort. Toch werd niet aangedrongen op een onderzoek naar de doodsoorzaak of om de daders op te sporen of te vervolgen. En in die tijd toen begreep ik niet waar die lakse houding vandaan kwam. Maar inmiddels weten we dat de apathie had te maken met de bezorgdheid van de Amerikaanse regering. Men was bang dat openlijke kritiek op Suriname het land in de armen van Cuba zou drijven. We kunnen spreken van een historische blunder. Nederland steunde de democratische tegenbeweging in Suriname pas nadat het te laat was. Dat was dom en onvergeeflijk. De zwartste bladzijden uit de geschiedenissen zijn vaak het leerzaamst.